Hallo welkom, ik ben Danielle en in deze video gaan we kijken naar Packet Tracer opdracht 7.1.3.8. Dat is hoofdstuk 7 en dat gaat onder andere over IP-adressen. En in deze Packet Tracer gaan we kijken naar unicast, broadcast en multicast traffic. Niet zozeer een do-packet tracer, maar meer een, uh, een klik-en-kijk-packet tracer. En als je op de achtergrond wat kinderen hoort, het is buiten 30 graden en ze zijn lekker met water aan het spelen. Geef ze dus ongelijk dus. Het kan zijn dat je af en toe even wat kinderen tussendoor hoort. Maar dat is verder geen probleem. Wat gaan we doen in deze activity? Gaan we unicast, broadcast en multicast onderzoeken? En nou ja, eigenlijk middels ICMP Echo Request, hoe dat van de remote router naar allerlei verschillende onderdelen gaat. Part 1. Generate Unicast traffic. Use ping to generate traffic. Klik PC1 en klik de desktop tab. Command prompt. PC1. En dan gaan we naar de desktop tab en de command prompt. Enter the ping 10.0.3.2 command. Dus ping 10.0.3.2. Oké, okay, hebben we gedaan. Klik de Simulation tab to enter Simulation Mode. Die zit hier rechtsonderin. Dan gaan we naar Simulatie Mode. Modus. Klik Edit Filters and verify that only ICMP en AIGRP are selected. Dus dan... Wachten we even tot mijn computer weer up and running is. En dan zeggen we... Edit filters en dan staat hier inderdaad alleen ICMP en EIGP aan. Dus dat klopt. Klik PC1 en enter de ping command Met hetzelfde IP-adres. Dat kunnen we mooi met het pijltje naar boven doen. 10032. Enter. Nou, je ziet hem nu niet doorgaan. Want dat komt dus omdat ik hem op simulatiemode heb staan. Um, examine the Unicast traffic, de PDU. At PC1 is an ICMP echo request attendant for the serial interface on Router 3. So we go to the serial interface of Router 3. This dus. Click the capture forward repeatedly and watch while the echo request is sent to Router 3 and the echo reply is sent back to PC1. Stop when the first echo reply reaches PC1. Which device did the packet travel through with the unicast transmission? Nou dan zeggen we capture forward, Capture forward, Capture forward. And again. And again. And again. Mooi. En nogmaals de vraag: which device did the packet travel through with the unicast transmission? Nou, hij gaat van PC 1 naar switch 1, naar router 1 en naar router 3 en weer terug. En dus van PC 1, switch 1, router 1, router 3 en weer terug naar PC 1. In the simulation panel event list section, the last column contains a colored box that provides access to detailed information about the event. Click the colored box in the last column for the first event. The PDU information opens. Dan moeten we hem dus even naar rechts schuiven, want hier zie je het info. Ik kan hem denk ik wel even iets groter maken zodat we ook gewoon alles zien. Ja. Deze kolom hebben ze dus over de info. En dan zeggen ze: "Click the colored box in the last column for the first event." Nou, prima. En dan is de vraag: "What layer does this transmission start and why?" Nou, dat is op laag 3. Want it gaat om IP and ICMP, and that is op network netwerklaag. Examine the layer 3 information for all the events. Notice that both the source and destination addresses are unicast addresses that refers to PC1 and the serial interface on router 3. What two changes take place at layer 3 when the packet arrives at the router? Now, Dat op het moment dat hij bij de router is, en dat kunnen we als het goed is hier ook erg zien. Hij gaat nu van router 1 naar router 3 en dan zien we inderdaad de destination IP-adres van 10.032 en het source van 10.012. En je ziet hem hier veranderen van source 10.032 naar destination 10.012. En dus hij gaat het source destination vervangen door het destination-adres en het destination wordt het source-adres. En je ziet ook dat het ICMP message type verandert van 8 naar 0. Klik reset simulation. Simulation, dat is een mooie uitdrukking. Reset simulation. Goed, waar zit dat? Um, die? Nee. Hier, reset simulation. Dan: generate broadcast traffic. Add a clamp. A complex, clump, complex. Add a complex PDU. Click Add complex PDU. The icon for this is in the right toolbar and shows an open envelope. That is this. Float the mouse cursor over the topology and the pointer changes to an envelope with a plus sign. Yeah, that Click PC1 to serve as the source for this message and the create complex PDU dialog windows open. Dat is weer een mooi Scrabble-woord, zinachtig iets. PC1, klik. Enter the following values: Destination IP-adres. Word: 255.255.255.255, want dat is het broadcast-adres. iedere En een sequence number van 1 en een 1. Shot time van 0. Dat is het enige wat ik aan moet passen. Ja. Within de PDU settings, the default for select application is ping. Ja. What are at least three other applications available for use? Nou, dan klikken we even naar beneden en dan zien we dus DNS, Finger, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, NetBIOS, POP3. SFTP, SMTP, SNMP, and SSH. Click the Create PDU. This test broadcast packet now appears in the Simulation panel Event list. It also appears in the PDU list window. It is the first PDU for Scenario 0. Create. Yeah. Yeah. Scenario 0. Klopt. Click capture forward twice. 1, uh, 2. Uh, this package is sent to the switch and then broadcasted to PC 3, 2 and router 1. Examine the layer 3 information for all of the events. Uh, notice that the destination IP address is 252525255. Ik weet niet of ik nou 5 keer of 4 keer zei, maar. Het is 4 2, 5, which is the IP broadcast address you configured when you created the complex PDU. Dat so kunnen we hier ook zien. Als so we hier nou op klikken bijvoorbeeld, dan zien we ook het destination IP-adres van 2.5.2.5.2.5.2.5. En source is het source-adres waar het vandaan komt, dus van PC1. Um, analyzing the OC-model information, what changes occur... In the layer 3 information of the outlayer column at router 1, 2 en 3. Nou, dan gaan we eens even kijken, bijvoorbeeld naar weer PC3. En dan zie je hier nog het destination IP adres 25. En op het moment dat het naar out gaat, dan zie je hier een source IP adres. Dat is dus van PC3. En een destination IP, dus PC 1. Dus eigenlijk wat je hier ziet, is dat het van een broadcast omgezet wordt naar een Unicast. Want dit is heel specifiek: gaat het van PC 3 nu naar PC 1. En dat is bij de router ook het geval. En dan kunnen we hier ook even kijken. Je ziet hier destination 252525255. En hier zie je hem omgetoven tot een Unicast met een source IP van de router en een destination IP van de PC 1. Click capture forward again. Does the broadcast PDU ever forward onto router 2 or 3? Why? Nou, dat kan ik bijvoorbeeld al zeggen dat hij dat niet doet, want een broadcast blijft lekker in zijn eigen netwerk. Tenzij het echt um, in de router ingesteld is dat hij hem ook moet forwarden. maar anders blijft een broadcast altijd binnen het eigen lokale netwerk. After you're done examining the broadcast behavior, delete the test packet by clicking delete below scenario 0. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog even kijken naar multicast. En daarvoor hebben we EGP nodig. EEGP is, uh, is, is een routing protocol. Klik capture forward. En je ziet ook. EGP packets are at router 1 awaiting to be multicast out of each interface. Examine the contents of these packets by opening the PDU information window and click capture forward again. Nou, we hebben ze al gezien dat ze daar naartoe gingen. Um, en je ziet hier dus inderdaad een multicast adres staan. Dus komt van de source en dan een multicast adres. En hier zie je ook dat hij een multicast ontvangt. Click capture forward until you see the AHEAP package arrive at the PCs. Oké. Okay. Uh, ja, die ziet er wel uit. En um, ja, die gooit hij gelijk weg, want die PCs hebben daar niets voor. What do the host do with the packets? Nou, die, die gooien ze weg. Ze droppen hem. Want, want de pc's hebben natuurlijk niks aan, uh, aan routinginformatie. Examine the layer 3 en 4 information for all of the EIGP events. Nou, we gaan ze niet allemaal doen. Een aantal is wel genoeg. What is the destination address for each of these packages? Nou, dat is dus multicast. de multicast. En dat is 2240010 0010. Dat is een multicast adres. Voor het EIGP Routing Protocol. Dat staat hier ook gelijk achter. Nou, als laatste gaan we kijken. Click on one of the packages delivered to one of the PCs. What happens to those package? Oh, die vraag heb ik net al beantwoord. Dat was ik, ik was een beetje te snel. Ik heb dus eerst deze beantwoord, daarna deze. Maar goed, als we nog een keer kijken naar de PCs, dan, dan dropt hij de frames dus gewoon. Even kijken, hebben we nog alle vragen gehad? Nee, de laatste nog. Based on the traffic generated by the three types of IP package, what are the major differences in delivery? Nou ja, de unicast packet beweegt zich eigenlijk door het hele netwerk, echt specifiek voor een, een device. Een broadcast dat is binnen een local area network, wordt het naar allerlei devices gestuurd, echt binnen je lokale netwerk. En het multicast wordt verzonden naar alle devices, maar alleen verwerkt door de devices die er ook echt daadwerkelijk wat mee hebben. Dus die onderdeel uitmaken van die multicast group. Dus de pc's ontvangen deze nu wel, maar ja, ze zijn niet part of die multicast group, dus ze doen er niks mee. Deze route is wel, want die zijn onderdeel van die EGRP multicast group. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. Multicast, broadcast en unicast. Ik wens je nog een prettige zonnige dag, ook al bekijk je deze film in de winter, dat maakt niet uit. Uh, het is hier nu 30 graden en ik, uh, ik zie je graag de volgende keer terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.